De genomineerden van de Gouden Glimlach 2012 zijn gekend. Maak kennis met deze genomineerden. Dus ons kapsalon is denk ik toch gekend voor de gezelligheid en voor de plezante sfeer. En iedereen moet zijn eigen hier op zijn gemak voelen en mijn tasje koffen en lachen en ontspannen. En iedereen krijgt ook een goede hoofdmassage. En ik denk dat er ook veel mensen daarvoor komen en dat is heel gezellig zo. Hè? Ja. De zaak is gekend hopelijk voor zijn klantvriendelijkheid. Mensen komen hier vaak langs om toch bestellingen te doen die dat ze niet direct op een ander kunnen vinden. En ze komen, zoals u misschien gemerkt hebt, ook voor een gokje te wagen. Hè. We hebben hier toch al wat prijzen kunnen versieren. Dat heeft er ook wel mee te maken. Dat is juist gepast, ja. 2 jaar geleden ben ik hier eigenlijk dat klein zaakje begonnen. En we hebben dat eigenlijk uitgebouwd tot een groot succes. En ik had dat niet kunnen doen zonder mijn fantastisch team en zonder al die klanten die dat hier dagelijks over de vloer komen natuurlijk. Wij proberen ook elke dag aan onze klanten de Gouden Glimlach te geven. Pinguïn bestaat al meer dan 75 jaar. Wij zijn een echte familiezaak. Mijn vader maakt nog altijd zelf ambachtelijk ijs. Klanten komen van overal hier, ook van in de buurt, maar van alle omstreken van Antwerpen eigenlijk, komen klanten naar hier voor echt een lekker ijsje of een goede wafel te eten. Wel, de voornaamste reden waarom ik meedoe met de Gouden Glimlach is om de buurt hier, de 2060, eens positief in het nieuws te laten komen. Want gewoonlijk is het altijd negatief. Maar het is hier een hele fijne buurt, een hele leuke buurt om te wonen. So, bye-bye, thank you. Op 29 maart komt u te weten wie de Gouden Glimlach 2012 heeft gewonnen.